Kijkers, we staan vandaag voor het gebouw van Virgil's Market aan de Livornoweg, waar wij een gesprek zullen hebben met de ondernemer Virgil Plett. Hij zal ons vertellen hoe hij van een kleine ondernemer is uitgegroeid naar een middelgroot ondernemer. Laten we gezamenlijk gaan kijken naar het verhaal van deze jonge ondernemer. Meneer Plett, wanneer is het ondernemen bij u gestart? Oké, dankjewel Virgil nogmaals. Ik ben begonnen heel vroeg, denk op mijn, hoe was ik, 16 denk ik. Ja, 16, toen mijn moeder kwam te overlijden. Begon ik eigenlijk daarvoor, volgens mij was ik 15 of 14, begon ik met koekjes bakken en leveren voor winkels. En op mijn 18e ben ik, eigenlijk op mijn 16e ben ik bij de Texaco gaan werken. Op mijn 18e ben ik begonnen weer met koekjes bakken, heb ik 3 jaar gedaan. En op mijn 21ste heb ik een kookboek uitgegeven en ben ik eigenlijk professioneel begonnen met de business. Dat is intussen 12 jaar terug. En hoe oud bent u nu? Vrij jong, 33. Hoe zag het leven van u voordat u startte met uw onderneming? Jonge man, je groeit op. Je moeder komt te overlijden terwijl je 16 bent. Je gaat werken, je gaat nog naar school, je gaat werken bij de Texaco. En dat doe je van 4 uur 's middags tot 12 uur 's avonds. Dat heb ik 2 jaar gedaan. En op een gegeven moment had ik zoiets van, weet je, je moet iets met je talent gaan doen. Ik begon toen na school koekjes te bakken. Het was letterlijk van 4 uur 's middags tot 12 uur 's avonds. 300 pakjes koek bakken, leveren voor de winkels in de buurt op een fiets. En dat heb ik zeker 3 jaar gedaan tot mijn 21ste. Op mijn 21ste mocht ik koken voor een trainingsweekend voor jongeren die naar Carifesta zouden gaan. En op dat trainingsweekend kwam er een mevrouw en zei van, jongen, maar als jij dit hebt gekookt, dan moet je een kookboek uitgeven. Je bent jong, je bent 21, je bent macho. Je denkt niet aan een kookboek. But little did I know dat dat eigenlijk hetgene was waarmee mijn business zou beginnen. Uiteindelijk heb ik een kookboek uitgegeven binnen 4 maanden. Wat geld mee verdiend. Dat geld weer geïnvesteerd in een klein pandje van 8x6 dat we hebben gebouwd. En we zijn toen daar begonnen in 2008, 2009 met het produceren van Virgil's marinade. Intussen 12 jaar terug. En het was een hele leuke 12 jaar. En misschien kunt u vertellen, hoe kwam het idee van Virgil's marinade bij u op? Oké, ik sta eigenlijk vanaf mijn 11e in de keuken. Ik mag altijd meehelpen in de keuken. Milopnyang, dus ik ben vaak in de keuken geweest met mijn moeder, mijn oma, mijn tante. En toen ik het kookboek uitgaf in 2008, had ik zoiets van, het is leuk om een kookboek uit te geven. Maar je kan ook iets gaan ontwikkelen dat het koken voor mensen makkelijker kan maken in de keuken. En ik had zoiets van, weet je, als ik een marinade ontwikkel, dan help ik in ieder geval mensen heel veel in de keuken. Want je moet alleen maar de marinade toevoegen aan je vlees, vis, rund, kip, noem maar op. En je eten heeft smaak. Dus ik had zoiets van, weet je, ontwikkelen marinade. Het is een product dat iedereen elke dag kan gebruiken in de keuken. En op die manier kan je natuurlijk ervoor zorgen dat je eigenlijk steeds weer inkomsten hebt als persoon, maar dan ook als bedrijf. Je zei, je bent heel klein begonnen. Kunt u de ontwikkelingen daarna voor ons omschrijven? Wat is er daarna gebeurd? Het product is op de markt gekomen. Hoe liepen de ontwikkelingen daarna? Oké, is een hele leuke ride journey geweest, om het maar zo te zeggen. Ik kan me heugen, we zijn op 7 april 2009 begonnen met de marinade. En het was letterlijk met 1-2 mensen. En binnen een maand of 2 hadden we er nog 2 mensen erbij. Het was eerst bezorgen met mijn broers auto, mijn zus de auto. Op een gegeven moment na een jaar koop je een busje. Je gaat van 100 flessen naar 200 flessen. Nu produceren we bijna 4000 flessen per dag. Dus er is heel veel daartussen gebeurd. We zijn gegaan van een pand van 48 vierkante meter naar een grotere huurpand van 200 vierkante meter. Uiteindelijk een nog grotere pand gehuurd, 5-6 jaar daarna. En uiteindelijk hebben we in 2015 onze eigen bedrijfspand gebouwd met productie en kantoor. Het was niet makkelijk, heel veel uitdagingen gehad qua grondstof. We hebben een hele periode een situatie gehad, kan ik me heugen, in 2010-11. Waarbij er geen bruine suiker was, er was een schaarste. En als ondernemer moet je natuurlijk creatief zijn, want je hebt 10 mensen in dienst, je moet ze blijven betalen. Dus we zijn toen ook een hele poos, hebben ook stropen gedaan. Heel veel uitdagingen gehad, maar als ik terug mag kijken, ben ik wel dankbaar voor de uitdagingen. Want ze hebben mij niet alleen maar tot een betere ondernemer gemaakt, maar ze hebben me ook geleerd hoe om te gaan met moeilijke tijden, moeilijke situaties. En dan nog door te zetten als ondernemer en niet op te geven.
als ik zo naar uw omschrijving luister, van het is in de keuken gebeurd en bent u in aanraking gekomen, of dat idee van Vullens Marinade heeft u ontdekt. Heeft u een speciale opleiding hiervoor gevolgd om te ondernemen? Ik lach omdat iemand me de vraag gisteren nog gesteld heeft. Nee, heel eerlijk niet. Ik zou in principe, ik had ambities voor journalistiek. Ik heb een jaar of twee gewerkt bij de radio. Ik zou journalistiek studeren. Maar ik had nooit gedacht dat ik hier eigenlijk zou zijn. Ik heb geen opleiding ervoor gehad. Ik heb heel veel on the job moeten leren. Ik heb sowieso aan zelfscholing moeten doen. Internet, noem maar op. Maar een speciale opleiding heb ik niet gevolgd. Maar ik heb wel natuurlijk heel veel, hoe zal ik het zeggen, hoe zal ik het verwoorden, rake klappen gehad in de afgelopen 12 jaar, waaruit ik heb moeten leren, heb moeten corrigeren, fouten gemaakt, gecorrigeerd. En uiteindelijk word je natuurlijk als mens, als je gefocust bent, word je wijzer en dan pak je zaken anders aan. Okay. Naast de marinade merken we ook dat u bent gaan uitbreiden van andere producten. U focust niet alleen op marinade. Welke zijn die andere producten? Oké. We zijn eigenlijk bezig nu met herstructureren van die organisatie. Simpel begonnen met Vullens Food. Dan heb ik het veranderd naar een NV, waarbij ik nog steeds 100% aandeelhouder ben. Maar we zijn nu bezig met de naamsverandering. De naam Vullens Food zal wegkomen te vallen. Het zal Vullens Industries zijn. Met industries beperk je niet alleen maar tot voeding, maar je kan natuurlijk veel meer dan dat doen. En dat wordt eigenlijk onze productiegedeelte. En we hebben aan de andere kant ook natuurlijk Vullens Market. Dat is eigenlijk onze supermarkt dat we verder willen gaan uitbreiden. Ten aanzien van Vullens Industries, we produceren nu marinade en sauzen voor de lokale markt en export. We zijn tegelijkertijd achter de schermen bezig met productontwikkeling. We willen zoveel mogelijk zelf gaan produceren, omdat ik geloof dat Suriname heel veel potentie heeft om producten te produceren met de grondstoffen die we hier hebben. Dus we zijn nu achter de schermen bezig met productontwikkeling en we willen later dit jaar, zo niet volgend jaar, zeker een aantal nieuwe producten gaan introduceren in Suriname, natuurlijk ook voor de export. Maar kunt u misschien een paar van de producten? Nou, misschien kan ik niet echt de producten opnoemen, maar ik kan wel een idee geven. Ik kan heel veel met gember doen. Ik kan heel veel met amsoi doen, groentesoorten. We hebben verschillende fruitsoorten in het land. Wij gaan proberen om van die producten, de producten die je hier zo lokaal kan vinden, het zijn halffabrikaat, het zijn eindproducten maken. Ik laat het voor nu een verrassing. U zei dat u, er zijn heel veel tegenslag geweest, u heeft zaken meegemaakt, maar wat? Is de motivatie voor u geweest om door te zetten om tot een succesvolle onderneming te komen? Als ik zeg dat ik altijd die motivatie gehad heb, ga ik jokken. Ik heb ook momenten gehad waarbij ik denk, boy, weet je, laat dit ding hoor. Ik ga 7-3 baan zoeken bij de overheid en dan ben ik 3 uur thuis. Maar één ding dat sowieso gemotiveerd heeft, is altijd laat me dat goed verwoorden hoor. Eén ding dat me altijd gemotiveerd heeft om niet op te geven, is één, het feit dat ik een voorbeeld wil zijn voor anderen. Ik heb heel veel mensen gezien die gestart zijn met een business. En along the way stoppen ze ermee. En het tweede dat ik denk dat mij sowieso altijd weer gemotiveerd heeft, is het feit dat ik geen moeder meer heb. Maar iedere keer als ik denk aan wat zou er gebeuren als ze hier was vandaag aan de dag. Wat zou ik kunnen doen om er alsnog trots te maken? Was voor mij sowieso motivatie om niet op te geven. In one way, als zij dit kon zien, dan zou ik willen dat ze heel trots op me zou moeten zijn. En dat is wel een van de dingen dat me ook gemotiveerd houdt. Maar natuurlijk ook als mens, ik heb de gelegenheid gehad om de brand Vullens uit te bouwen tot een mooie brand, om het maar zo te zeggen, met voedingsproducten, nu een market erbij. Ik wil bijdragen aan de groei en ik wil een voorbeeld zijn voor andere jonge Surinamers, dat als je hard werkt, je verstand goed gebruikt, gefocust blijft, niet opgeeft, dat succes niet voor een kleine groep mensen is, maar dat succes ook weggelegd is voor de mensen die willen volharden in datgene waarin ze geloven. Hoe staat het met de concurrentie binnen uw branche?
ervaart Furlins industry of food ook concurrentie op de markt? Hoe gaan jullie daarmee om? Sowieso. Ik denk dat concurrentie, als je mij vraagt, een gezonde zaak is. Veel mensen houden niet van concurrentie, maar concurrentie houdt jou als ondernemer scherp. En ik wil wel elke dag wakker worden met de uitdaging, anders is het niet meer leuk. You know, sowieso. Concurrentie is goed, sowieso zijn er zoveel andere marinades op de markt. Maar ik denk dat het belangrijk is als producent dat je in de kwaliteit in je product houdt. En dat je ervoor zorgt dat jij jouw product blijft promoten. Je bent er nooit. Het is een battle van elke dag weer opstaan. Je product 100% goed produceren, om het maar zo te zeggen. Goede distributie op gang brengen, goede promotie. En ervoor zorgen dat het contact tussen jou als producent of als bedrijf blijft met de klant. You know, dus als het gaat om de Furlins marinade, heb ik niet echt problemen hoor met de concurrentie. Ik denk juist dat het ons scherp houdt om ervoor te zorgen dat de kwaliteit erin blijft. Aan het begin ook sprak u ook, u bent in een kleine locatie begonnen. Kunt u die ontwikkeling van uw kleine locatie naar de grote markt, waar zijn jullie allemaal? Hoe is die samenloop van groei geweest en waar zijn jullie allemaal gevestigd? Dus hebben jullie uitgebreid? Kun je dat aan de kijkers uitleggen? Oké, sowieso. Zoals ik het aangaf, we zijn begonnen aan de Slagwalstraat in een pand dat ik zelf heb opgezet in 2008, 2009 was dat. Van 48 vierkante meter. We zijn daar begonnen. We zijn zeker 3-4 jaar daar gebleven. Op een gegeven moment zijn we naar een huurpand gegaan, zoals ik het eerder aangaf. En toen nog naar een nog groter pand, omdat we meer moesten produceren. Uiteindelijk in 2015 zijn we hier gekomen. We hebben hier zelf gebouwd in 2015 en we zijn hier gestart. Laat me wel aangeven dat, ik leg het misschien niet zo makkelijk uit, maar dat het niet zo makkelijk geweest is, you know. Het is hard werken geweest. En vaak genoeg heel hard werken achter de schermen. Wanneer iedereen naar huis gaat, dan gaat jouw mind nog door van, hey, hoe moet ik dit bewerkstelligen? You know, ik zeg mensen vaak, wanneer personeel 4 uur of 5 uur naar huis gaat, dan ben ik echt eenmaal 24 uur bezig met de business om dingen gedaan te krijgen. Maar ik geloof één ding, dat wanneer je hard blijft werken en gefocust blijft, dat die beloning ooit eens gaat komen. Ik denk dat dat ons geholpen heeft om uiteindelijk te gaan van 48 vierkante meter productie aan de Slagwalstraat naar waar we vandaag aan de dag zijn. En waar staan jullie nu? Ik weet het zelf niet. Heel eerlijk. Mensen, als je zelf in die organisatie bent, heb je vaak genoeg niet echt een beeld hoe die organisatie naar buiten eruit ziet. You know, ik ben meer gefocust op hard werken, elke dag tenminste 0,5% progressie boeken, verbeteren, dingen die ik denk dat verkeerd gaan. Ik doe natuurlijk heel vaak aan zelfreflectie. Maar ik zou niet willen zeggen waar we staan als organisatie. Wat ik wel weet, is dat in vergelijking met een jaar terug, 5 jaar terug, vullen ze wel elk jaar weer progressie maken. En ik zal het natuurlijk laten voor onze fans, onze mensen daarbuiten, om zelf te bepalen waar zij denken dat die organisatie momenteel is. Als leider van die organisatie probeer ik wel ervoor te zorgen dat die organisatie blijft groeien en dat het goed gaat met mij en dat het goed gaat met mijn personeel. Een actueel onderwerp met betrekking tot Furlins Food is dat van het namaak van de producten van jullie. Hoe bent u hiermee omgegaan? Ik heb heel veel support gehad van mensen. Mensen hebben gebeld, mensen hebben berichten gestuurd. Maar van nature ben ik een heel rustig mens. En mensen geloven het vaak niet, maar ik lig niet wakker van situaties. Gewoon omdat ik geloof dat er voor elk probleem een oplossing is. Ik ben het te weten gekomen ongeveer een week terug, via mijn distributeur. Natuurlijk gelijk contact gemaakt met de advocaat, het besproken en gekeken van wat zijn de mogelijke oplossingen hiervoor. Voor ons was belangrijk, 1, de klanten informeren over de situatie, dat ze geen namaakproduct gaan kopen dat schadelijk kan zijn voor hun. Dat was voor mij het allerbelangrijkste. 2, die marinade moet terug uit de winkel gehaald worden, zodat de consument het niet koopt. En 3, juridisch nadenken hoe jij als bedrijf dat kan gaan aanvechten en natuurlijk een schadeclaim kan gaan indienen tegen de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn.
Maar persoonlijk ben ik er heel nuchter mee omgegaan. Het heeft ons niet van stoot gehaald. Het heeft ons eigenlijk juist wakker gemaakt om nog meer na te gaan denken over hoe wij onze brand kunnen beschermen, maar natuurlijk ook het product dat wij verkopen naar de klanten toe. Wij gaan werken aan waarschijnlijk een nieuwe label, daar zijn we natuurlijk al mee bezig. We gaan werken aan een watermerk op onze flessen, waardoor het moeilijker wordt voor de mensen om na te maken. Maar natuurlijk hebben we het ook waterdicht proberen te maken voor mensen die het willen namaken in de toekomst om het product vanuit Suriname naar het buitenland te brengen. Door bijvoorbeeld de douane aan te schrijven, maar natuurlijk ook de afnemers erop te attenderen wie de vaste distributeur is in Nederland. Al met al, Virgil, ik lig er niet van wakker. Ik denk sowieso dat dit soort dingen normaal zijn in de business en dat je als mens juist scherper moet worden. En daar waar je gefaald hebt, gewoon corrigeren en door moet gaan. Goed, prima. Een kort en krachtige boodschap naar de jongeren die naar het programma kijken natuurlijk. En opkijken die ook een staande popel om te ondernemen. Wat kunt u aan die jongeren? Je stelt die vraag en je laat me denken aan iets dat me bezig hield gisteren. We leven tegenwoordig in een wereld waarbij iedereen gelooft in quick money. Iedereen wil binnen een dag rijk worden. Daar geloof ik niet in. Ik geloof in hard werken. Ik geloof in elke dag wakker worden, als je nou wilt of niet. Je beste been voortzetten. Niet opgeven. Er gaan altijd tegenslagen komen. Er gaan altijd moeilijke momenten zijn. Maar de mensen die succes zullen boeken zijn de mensen die elke dag wakker worden. Bewust ervoor kiezen om hun doel achterna te gaan. En niet op te geven. Het zijn die mensen die succes zullen boeken. Zo, mijn advies naar jong Suriname, mensen die willen ondernemen. Als je een droom hebt. Of 6 maanden of 1 jaar. Maar die een succesverhaal zullen hebben waarmee hun legacy voortgezet zou kunnen worden. So don't give up. Ga voor je dromen. En laten we Suriname tot een geweldig land maken. Meneer Blunt, hartelijk dank. En heel veel succes verder in uw onderneming. Thank you, sir. Thank you. Mi be abi wa moi dre Pak mi be waka in wan kongre A kongre be abi wan ne Anem ben destrana Yeah.
Sri Namang in Makandra, Yukuye. Nasrinama, salve spam, un potu anu konawa, ne bevu. Nanawan brekiste, ay, nanawan laguste, hey, miretaki, maslatani, miretaki, maslatani.